Yo, kijkers van Watchtracker, welkom bij een nieuwe aflevering van de Tours van The Kingdom. En in Zeerna wordt heel veel gebouwd, zoals jullie weten. En we hebben eigenlijk ons laatste grote gebouw, wat we nou in het beschikbare land hebben, wat wij hebben gekregen vanuit alle Kingdoms, wat wij veroverd hebben, dus kunnen we beter zeggen in de storyline. Maar ja, goed, hier zien jullie al een kleine glimps van onze nieuwe PvP fort en dat heet Kaer Morhen. Kaer Morhen is een fort geïnspireerd uit de game The Witcher. En we hebben hem eigenlijk gewoon geprobeerd na te bouwen op de Kingdom zelf. We hebben hem wel een beetje ons eigen toefje gegeven. Want ja, waarom zou je eigenlijk precies iets namaken uit de game en dan hier inzetten? Waarom zou je dan zelf niet de game gaan spelen? Ja, we wilden dat dus eigenlijk... We houden van The Witcher 3 en we houden van hun forten en lores en alles wat erbij komt. En ik vond het zo vet. Ik dacht van, hey, laten wij dit eens even op de server gaan bouwen. In het begin heeft Dennis, oftewel Rofnes, kanaal, heb ik veel mee samengewerkt in het begin van de tijd. Binnenkort weer een nieuwe samenwerking met hem trouwens. Maar hij heeft me geholpen hiermee met het begin van de muren bouwen. En uiteindelijk heb ik het zelf afgemaakt. Maar ja, als je hier binnen, hier naar boven loopt, dan kom je dus eigenlijk bij de ingang. En dit is zeg maar een brug om het fort binnen te lopen. Je hebt hier de zee. De Yennefaanse golf, zoals het wordt genoemd. En dan kom je hier bij deze grote poort. En dan denk je, hoe gaan we hier binnenkomen als deze brug is opgehezen? Nou, dat laat ik aan de aanvaller over. Want ja, je komt hier binnen en dan heb je een soort van courtyard. Dat is best wel spectaculair. Dan heb je hier eigenlijk nog defenses voor obsidian muren. En ja, hier kunnen we verder nog niet heel veel mee. Dit is gewoon puur voor de sier gemaakt. Maar vanaf hier hebben we al wel de muren en de toren die hier staat. Die gemaakt is om hier binnen te verdedigen. Stel, ze breken hier naar binnen. Dat we dan in die toren kunnen gaan zitten om ze daar zo neer te halen. Want ja, ze moeten dan die toren in. Maar ja, goed. We hebben hier in de eerste courtyard, zoals dit gebied wordt genoemd, hebben wij twee stallen staan en we hebben een klein opslag. Ja, dit is meer decoratief. Ik vind die kisten gewoon heel mooi staan. Want ja, dat het ziet eruit als pakketjes. Kijk, hier hebben we ook een paar. We hebben heel veel bosjes. En als je hier komt, ik weet niet of we gaan laggen zo. Maar we komen hier in onze mooie, fijne opslag. En deze opslag hebben we een beetje in het begin van het fort gedaan. Omdat heel veel mensen hier natuurlijk naartoe gaan komen. Hun spullen gaan meenemen. En dat ze hem snel willen kunnen kwijtraken. Dus dan kunnen ze het hier gewoon opbergen. Ja, een beetje gedecoreerd. Niet al te hoog gemaakt. Hier hebben we een cobblestone kan bovenin. Brandstof beneden. En ja, dan komt hier steen uit. Dus als we steen willen smelten, kan dat hier. Ook is hier een ender chest. Dus ja, dat kunnen we straks allemaal leuk gaan gebruiken. Nou, dan gaan we hier langs. Dan komen we hier boven. Zo, bij de eerste poort. En hier staat ook wel, second layer, Kaer Morhen. Je gaat hier naar de tweede layer toe. Want ja, eigenlijk is het dus steeds hoger gebouwd. Dit is dan het laagste gedeelte. Hier zullen dan eigenlijk de aanvallers wel binnen moeten komen. Omdat ze anders echt diep onder de grond zitten. En dan hebben ze heel veel TNT nodig om eigenlijk naar boven te kunnen komen. En op dit moment is TNT een beetje schaars. Dus ja, ik wens ze succes. Maar ja, goed. Dan komen we dus in de second layer. En dan zien jullie hier een kleine blacksmith. Dit is zeg maar de blacksmith die gebruikt gaat worden voor ja, meer roleplay functie. Hier zie je dan een paar leuke overtjes zitten. Een grote kachel. En ja, er staat hier een anvil en een armor stand. Nou, hartstikke gezellig. Nou, kom je hier naar boven. En dan moesten we eigenlijk even een trapje omhoog maken. En dat dachten we, dan gaan we het een beetje midden in het landschap doen. Want dat ziet er mooi uit. Dan zie je hier ook een mooie boom. Dan zie je hier een soort van rangerbaan. Ja, dit is eigenlijk ook wel de rangerbaan waar wij onze rangers gaan testen. En natuurlijk gewoon de soldaten van Zeerna. Die kunnen hier naartoe gaan om pijl en boog te schieten door de bomen heen. Want ja, Zeerna is een gebied van veel natuur. Dus ze moeten ook precies weten. Stel, ze komen in een hinderlaag van Yennefaanen of andere vijanden zoals Khaleesi. Dan kunnen ze hier gaan staan en dan kunnen ze gaan oefenen om die Khaleesianen en Yennefaanen dood te krijgen. En ja, dit is dus eigenlijk de volgende layer. Ik vind het wel nice. Hier is het een beetje kaal nog. Maar dat maakt niet heel veel uit. We willen niet te veel decoratie in de second layer maken. Want ja, de hoofdlayer, de derde layer die hier gaat komen. En dit vind ik echt een mooi shot trouwens. Kijk, je staat hier. En dan denk je, holy shit, moet je kijken dat fort daarachter. Is dit de keep? Ja, dat is de keep. Je komt hier binnen. En hier is nog heel wat groen. Maar ja, naarmate je dus verder binnenkomt, kom je hier. Ik wilde hier eerst iets naar beneden gaan maken. Maar dan kwam je al heel snel, omdat hier dan al de kant van het water zit, kon je niet echt uitkomen.
Dus ja, dat was wel even lastig, maar ik heb hier hard aan gewerkt, jongens. En we gaan eens even laten zien wat we allemaal hebben. Want we hebben, we hebben een hindernisbaan gebouwd, jongens. Moet je eens kijken. Hier moet je zo overheen. Ik weet niet of het me gaat lukken. Hier ga ik al de fout in. En hier moeten ze dan overheen zien te komen. Maar ja, ik ben ook geen ranger. Ik ben maar een koning. En ja, fuck dat shit. Ik faal hier een beetje. Dan hebben we hier een doolhof. Daar ga ik niet doorheen. Want ja, dat willen we niet laten zien. En dan hebben we hier nog een parcoursbaan. Dan moet je hier overheen. Zo. Hier moet je door het water. Hier de trapjes op. Zo moet je hier die sprong maken naar die ladder. Klim je hier op en dan val je hier naar beneden. Huppakee. Nou, dat is dan het derde hindernisje. En dan komen we bij nummer 4. En probeer hier maar eens overheen te komen. Ja. En dat is alweer de hindernisbaan. Dus ik vind deze heel erg mooi geworden. Puur omdat het ook een beetje het aspect heeft van wat het vroeger was. Ja, probeer maar eens over die paaltjes heen te komen en deze baan te volgen. Want ja, dat is dus echt wel lastig voor mensen die niet zo goed zijn in parcours, waaronder ik. En dan hebben we hier een kleine pit gemaakt. Dit is een soort van fighting pit. Hier kunnen zeg maar rangers die moeten gaan duelleren, kunnen ze hier gaan vechten. Ook met nobodies die toch wel willen proberen om een soldaat te worden, worden ze hier in een pit gegooid om hier lekker te gaan duelleren. Dus ja, dat is wel leuk. Dan gunnen we hier nog even de beugeltjes toe. Ja, kijk. Hier. Komen we hier bij de echte keep aan. En die keep. Ja, jongens. Dit wordt best wel spectaculair. Want hier hebben we diamonds gestapt. Ja, moet je kijken. We zijn fucking rijk toch eens heren. En dan kom je hier in de grote hal van... Ja, Keer More. Dit is zeg maar een open hal. We hebben wel wat raampjes zitten. Maar ik vind het heel vet omdat dit echt een beetje het oldschool feeling heeft van een echte troonzaal. Dan heb je hier geen troon trouwens, dit is de zetel. Dit wordt de zetel van de generaal. En natuurlijk mag ik hier als koning ook gewoon zitten, want ja, dit is eigenlijk ook gewoon voor mij. Weet je wel. Maar hier gaat de generaal dus zitten. Onze generaal die is van de vuurstaat. Want ja, je hebt natuurlijk de elementleiders en hij zal dan de vierde elementleider zijn. Waaronder ik dan uiteindelijk de koning word. En ja, noem het allemaal maar op. En dan hebben we hierachter nog een paar vertrekjes. En dit zijn trouwens hele leuke. Hier heb je een ranger vertrek. Elke ranger in Zera mag dus eigenlijk in dit kasteel gaan wonen. Want het is natuurlijk ook wel bekend als de speeltuin van de rangers. Hier mogen alle rangers staan. Ze hebben hier kisten. Rijen, ze kunnen hier spullen in opslaan. En ze hebben hier zelfs gewoon de easy way by Leonski. Ze hoeven hier maar even in te staan. En volgens mij, nou het werkt niet. Maar hier word je dus eigenlijk, krijg je automatisch spulletjes aan. Dus dan hoef je niet jezelf helemaal te equippen. Je kan gewoon die spullen oppakken. En hier hebben we een soort van parallelkamer. Ook weer de easy way. Die zit hier. Dan heb je gewoon weer dat je hier armor kan opslaan. Ranger armor der Zera. En ook weer een heleboel kisten. Goed, dan hebben wij... Ik ga nog even kijken naar boven. Ja, we hebben hierboven hebben we een soort van verhoging gemaakt. Want dat zag er leuk uit. Dan ga ik even hier naartoe. Dan heb je hier ook weer zo'n kamer. Maar het gaat nou even daar niet om. We gaan even naar de kamer van de generaal. En dat is deze. Deze vind ik echt heel vet geworden. Ook weer de easy way bij Leonski. Je hebt een kaart van Keer More. Je moet zo zien dat ik hier de ingang heb. Dan heb je hier de first courtyard, de second courtyard, de third courtyard. En eigenlijk zou hier dan de hoge berg moeten zitten waar ik nu sta. Dus misschien heb ik dat beter met grijze wol. Kunnen. Maar nee, heb ik niet gedaan. Sorry, dat was even een grapje tussendoor. En misschien klinkt dat heel erg ongeïnteresseerd. Maar ik heb een lange dag achter de rug, oké? En ja, hier kan nog wat armor neergezet worden van de generaal. Op dit moment hebben wij helaas geen generaal meer. Yari die is gestopt. En dat komt omdat er intern problemen waren. Dus ja, heel spijtig helaas. Maar we hebben dus weer een keer een nieuwe generaal nodig. Maar ja, die komt vanzelf alweer. Dan wil ik nog even naar de volgende kamer. Hier hebben we de trap naar boven trouwens. En hier kan je nog helemaal langs lopen. Maar we gaan hier deze kant op. En dan wil ik nog even twee dingetjes laten zien. Dat is als je hier boven komt. Dat je dit hele parcours moet volgen. En dan heb je hier de archieven van de rangers. Hier wordt alles in opgeslagen. Het is een beetje een klein archief natuurlijk. Maar ja, de rangers hebben natuurlijk hun eigen historie. En ze hebben laadjes. En daar zitten boeken in. Het ziet er nou niet echt naar uit. Ik zit nou in een laadje trouwens. Het ziet er best wel grappig uit volgens mij. Ja, ik ben een boekenworm. Hallo, ik ben een boekenworm. Hey, en vanaf hier heb je ook weer zicht op
Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Heb je zicht op de muur. Dus ja, we gaan even kijken. Dit zijn dan de muren. Daar kun je mooi overheen kijken. Dit is dan de courtyard. En dit wil ik ook nog even laten zien. Dit zijn de katapulten. Want ja, we hebben natuurlijk verhalen gehoord dat Yennefanen met boten hier naartoe komen. Nou, weet je wat? We verhuren onze katapulten met olievaten. En dan is het doei doei bootjes. En dan hebben we deze wachttoren. Dit is de hoogste toren van het paleis. En deze vind ik heel vet ingericht. Ja, kijk eens. Hupsakee. Je hebt hier allemaal van die, verbindingsstuk om het steviger te maken. En uiteindelijk kom je dan hierboven met nog de extra waterlayers. En hier, moet je maar eens kijken. We vliegen er even overheen. Kijk, dit is dus de eerste courtyard. Dan heb je hier de tweede courtyard. De derde courtyard. En uiteindelijk het paleis en de berg. Dus ja, ik vind het heel vet geworden. Ik vind dit wel een van de vetste structures die nu op Kingdom gaat staan. Want ja, het is natuurlijk één heel stevig fort. Niemand gaat hier zomaar naar binnen zien te komen, hoop ik in ieder geval. Ik hoop dat wij het hier heel spannend gaan houden voor alle spelers die op de Kingdom gaan komen. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een hele mooie... Ja, mooie beeld gaan vinden. Of in ieder geval dat jullie dit een mooie beeld vinden. Vonden jullie dat natuurlijk? Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchdekker van meer van de Kingdom Zera. Aflevering die is ook even recent gedropt. Dus als je die nog niet hebt gezien, kijk die eventjes. En laat natuurlijk eventjes een duimpje omhoog achter. En een dikke shout-out naar Dennis voor het helpen starten van dit project. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En abonneer voor meer. Later.